Ik ben geschrokken van de manier waarop op Curaçao omgegaan wordt met mensen die een diepe humanitaire crisis ontvlucht zijn. Er is geen sprake van een fatsoenlijke, zorgvuldige asielprocedure. Daardoor verdwijnen mensen of in de illegaliteit of worden opgesloten in de gevangenis en zijn voor ons de hulpverlening onbereikbaar. Achter de muren van veel huisjes op Curaçao voltrekt zich net als in Venezuela een humanitaire ramp. Een stille weliswaar, maar niets minder ingrijpend. Alice is net als duizenden andere Venezolanen op het eiland de armoede in eigen land ontvlucht. Ze is zwanger en moet binnenkort met een keizersnee bevallen. Maar zonder geld of verzekering wil geen ziekenhuis haar helpen. El precio de la cesárea como mínimo debería de tener a la hora de entrar al hospital 4.000 florines. Sin esa cantidad de dinero no me pueden atender. A veces no puedo ni dormir por las preocupaciones de qué voy a hacer, de que ya falta poco para la fecha del parto y no tengo nada. Dat is voor de Venezolaanse Carmen net iets anders. Haar Curaçaose vriend wil haar kind erkennen, maar ambtenaren bij de burgerlijke stand weigeren dat. A baby, nothing, young nationaliteit over aquí. Na crunch, na bisanosco. No puedo reconocer el baby. Pero no avisa a mí, di con. De minister die gaat over registreren van vaderschap zegt niets te kunnen doen. Het is een kwestie van inderdaad, we hebben een probleem, dus het is ermee worstelen, kijken hoe we eruit kunnen komen. Uitgangspunt is altijd de wet, de regels, daar kunnen we niet van wijken. En dat is nu juist de vraag. Herlan heeft wel een geboorteakte en er is wettelijk geen obstakel om een erkenning te weigeren. De illegaliteit van tienduizenden Venezolanen op Curaçao zorgt voor onnoemelijk veel, vooral verborgen leed. De verhalen van Alice en de vader van Herlan zijn slechts het topje van de ijsberg. En de Curaçaose politiek wil zijn vingers daar niet aan branden, waardoor een oplossing voorlopig ver uit zicht is. En voor de vader van Herlan is dat moeilijk te accepteren.